gaan we eerst kijken naar een filmpje wat Suze maakte bij Raggers en Zonen, een zeer professioneel schoonmaakbedrijf. Kijkt u maar mee. We zijn in Uithoorn, waar we op bezoek zijn bij het hoofdkantoor van Raggers, gevestigd in dit prachtige statige pand met uitzicht over de Amstel. Gitta, in deze hoofdvestiging natuurlijk aandacht voor de familiegeschiedenis, want jullie zijn een echt familiebedrijf. Dat klopt. Ik vertegenwoordig inmiddels de derde generatie binnen ons bedrijf. Het is ooit mijn opa geweest, de heer Gerrit Raggers, die in 1935 is gestart met het wassen van ramen, destijds in Amsterdam. En een van zijn eerste grote bijzondere opdrachten was het Centraal Station. Na een aantal jaren heeft mijn vader bedacht van god, wat interessante business, leuke branche, ik sluit me aan. Dus hij is ook in het bedrijf gestapt. En zij hebben samen een aantal jaren keihard gewerkt om een mooie professionele organisatie neer te zetten. En dat is waar wij jullie vandaag graag ontvangen. Leonor, we staan voor jullie prachtige pand, een echt monument. Ja, dat klopt. Het is gebouwd in 1880 en sinds 1988 is onze organisatie hier gevestigd. 2 jaar geleden hebben we uitgebreid verbouwd, is het hele interieur vervangen, maar hebben we ook met aandacht wel voor de historische details natuurlijk, maar ook voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen, een aantal milieubesparende maatregelen doorgevoerd. Bij een bedrijf dat al zo lang bestaat zie je natuurlijk ook de branche veranderen. Hoe heb jij dat ervaren? Je ziet dat de klant een andere dienstverlening vraagt, een andere service vraagt naast de reguliere schoonmaak, waar wij natuurlijk nog steeds heel sterk en vooral heel actief in zijn. Daarnaast ook veel meer specialisaties vragen. Zij willen steeds meer ontzorgd worden. Het gaat erom dat wij de comfort bieden, de aandacht geven aan onze klanten en de betrokkenheid hebben. Het is ook erg belangrijk dat wij steeds proberen in te leven in onze klant. Wat voor type bedrijf zijn zij? Waar lopen zij tegenaan? Daar zijn we ook erg actief in en constant op gericht. Deze locatie is ook echt jullie hoofdvestiging? Ja, dat klopt. Dit is ons hoofdkantoor. We hebben hier in Uithoorn nog een tweede locatie, omdat dit pand te klein werd door de groeiende organisatie. En verder hebben we op Schiphol nog een vestiging en 1 in Almere. En kun je vertellen wat jullie op deze locatie allemaal doen? Op deze locatie is de administratie gevestigd en het management, het beleidsteam vergadert hier natuurlijk ook altijd. En onze rayonleiders komen hier regelmatig samen om overleg te voeren en om materiaal op te halen. Peter, digitalisering is ook voor Raggers erg belangrijk. De tijd staat hier ook niet stil. Jullie hebben zelfs onlangs een nieuwe app gelanceerd. Ja, dat klopt. We hebben een eigen app gelanceerd, de Raggers Schoonmaaktip app. En daarin geven we zowel professionele tips als tips uit grootmoeders tijd. En mocht iemand een leuke tip weten die er niet tussen staat, dan kan die heel makkelijk posten. En het is gratis te downloaden voor zowel Android als Apple. Kan iedereen gewoon bekijken? Iedereen kan het gewoon bekijken. Op zakelijk gebied zijn jullie natuurlijk ook bezig met digitalisering. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, als zakelijk maken we echt een digitaliseringsslag. Zo zijn wij bijvoorbeeld een van de eerste schoonmaakbedrijven in Nederland die een eigen digitale portaal, we noemen het zelf een digitaal logboek, hebben ontwikkeld voor zowel onze medewerkers als onze klanten. Zo kan een klant bij ons op de website inloggen en ziet hij meteen informatie die voor hem belangrijk kan zijn. Zo kun je denken aan identiteitsbewijzen, maar bijvoorbeeld ook onze facturering, de afhandeling van werkbonnen, gelopen kwaliteitscontroles, maar ze kunnen zelf ook opmerkingen plaatsen of misschien zelfs een klacht uiten. En omdat wij dat direct kunnen zien, kunnen we er ook direct op reageren. Dat is ook een reden dat we al onze bedrijfsleiding hebben voorzien van tabletcomputers. Dus waar ze ook zijn, wanneer ook maar, ze weten altijd wat er bij de klant speelt. Innovatie, ook erg belangrijk. Enkele innovaties waar we momenteel mee bezig zijn, is bijvoorbeeld een astegel. Die is bedoeld voor het opvangen van as, sigaretten en kauwgom. We hebben ook een magneetwagen ontwikkeld voor een industrieel bedrijf. Die is bedoeld om kleine restjes van staal makkelijk op te rapen. En we hebben een nieuwe methode ontwikkeld voor het bacterievrij maken van toetsenborden, maar ook smartphones en tablets. Dat is ook de reden dat we innovatieboeken hebben uitgebracht. En dat we er ook steeds bijwerken door het uitgeven van bundels. Zijn jullie eigenlijk door het hele land actief?
Wij zijn met een aantal van onze specialisaties door het hele land actief. Ons werkgebied loopt van Purmerend tot Leiden tot Amersfoort. Dat is voor de reguliere schoonmaak. Maar wij zijn bijvoorbeeld heel sterk in het reinigen van roltrappen, rolpaden, etc. En daarvoor gaan wij door het hele land en inmiddels eigenlijk zelfs ook over de grens. Dus ja, wij zijn een landelijk opererend bedrijf als je het op die manier bekijkt. Voor alle informatie over schoonmaakbedrijf Raggers kijkt u op onze internetsite.